Hallo, dit is Dominique Heijermans van Energie in Balans. Ik toon je nu 3 oefeningen om de schildklierwerking energetisch te activeren. De eerste oefening gaan we de vingers tezamen brengen en we gaan een vinger plaatsen aan ons oog, naast het oog, op de slapen. En de andere vingers gaan we plaatsen op een puntje hier tussen de sleutelbenen. Dat zijn neurovasculaire punten voor de drievoudige verwarming. In die houding ga je zo lang als het goed aanvoelt, ga je die gewoon daar houden, samen met een diepere in- en uitademhaling. Dan wissel je natuurlijk van hand en je doet het ook aan de andere zijde. Een volgende oefening, goed voor de schildklier. Neem gewoon de 2 middelvingers en je stretcht de huid rond de schildklier en de ademsappel gewoon open. En je mag heel die halsstreek meenemen. En zelfs een diagonaal stretchen is ook goed. En als afsluiter ga je de huid in de halsstreek gewoon heel lichtjes pitsen. Wij noemen het vlinderkusjes. Dus heel lichte pitsjes ter hoogte van de huid in de halsstreek. Zo, 3 oefeningen om energetisch je schildklierfunctie te ondersteunen. Tot de volgende keer!